zelforganisatie. We zijn van voor de hype. We zijn niet van toen de bezuinigingen kwamen, moest iedereen een zelforganisatie gaan doen. Nee, we zijn een stichting die eigenlijk heeft gekeken naar, we hebben heel veel kennis over zelforganisatie en gemeenschap. En hoe komt het nou dat dat niet doorcijpelt naar het bedrijfsleven, naar onderwijs, naar samenleving? We hadden hier net een leuke discussie over onderwijs, maar het ging niet over hoe leren wij? Wat willen we leren? Wat motiveert mensen? Wat is groepsgedrag? Dat zijn dingen die in de zelforganisatie ontzettend belangrijk zijn. En ik heb zelf een paar jaar in de politiek gezeten, Provinciale Staten. En ik heb wel geleerd dat daar niet de verandering van komt. Dus ik stop mijn energie niet meer in instituties. Sorry, dat mag een ander boek. Ik vond het heel mooi dat zij dat wel wil doen. Alleen ik word er niet blij van. Dus ik ga het niet meer doen. Ik geloof namelijk dat instituties bezig zijn om zichzelf in stand te houden. En ja, dat is, ik vind het niet handig, want dat betekent namelijk dat je de reden van bestaan bent vergeten. En ik ga ze niet meer vragen naar die reden van bestaan, ik ga gewoon andere dingen doen en kijken wat er gebeurt. Dus we zijn in 2007 begonnen met de vraag, oké, wat kunnen we doen om zelforganisatie te promoten? We hebben inmiddels 5 keer een Nationale Dag van de Zelforganisatie georganiseerd. En de bedoeling is dat net als hier heel veel soorten mensen samenkomen. We hebben sprekers gehad als Dick Zwaag die over het brein vertelde. Frans de Waal die vertelde over wat empathie doet in een samenleving. Als jij empathie voelt voor mij, dan pas komen we verder. Als jij snapt dat ik pijn heb als je me een schop geeft. Maar als je dat niet snapt, dan is het een heel ander soort samenleving. En dan eigenlijk niet echt een samenleving. Dan is het ieder voor zich. Dus dat zijn verhalen die wij interessant vinden, omdat ze gaan over wat de mop over wat past bij mensen, wat past bij natuurlijke systemen. En wij helpen groepen mensen om succesvoller te zijn door die inzichten in te zetten. Dus wat kun je nou met zelforganisatie en hoe kun je daar succesvoller mee zijn? Daar zal ik zo heel concrete voorbeelden van geven. Nou, we geven dus congressen. We hebben al 6 zorgcongressen achter de rug die elke keer gaan over oké, laten we denken even stoppen, laten we gaan doen. Want een cliënt die je eigen regie wil geven over zijn eigen leven, dat vereist dat de medewerker, de professional, ook alle ruimte moet hebben om te zeggen, ik ga je helpen. Nou, dat is vaak ver te zoeken, dus dat betekent dat het hele systeem moet de kant op. We doen eigenlijk wat in de zorg. We zijn met 3 medewerkers en als wij niet meer nodig zijn, dan gaan we ons zeker opheffen. Want ik hoop eigenlijk dat ik over 5 jaar niet meer nodig ben. Want dan sterven we weer af en dan zit het allemaal ingebakken in andere structuren. Ik hoop dat mensen het stokje overnemen. Dat is eigenlijk het doel van onze organisatie. En we zijn redelijk enthousiast op social media. Nou, wat is zelforganisatie niet? Alles wat top-down wordt aangestuurd, ik zou het in wel pakken. Iedereen doet hetzelfde, functieprofielen en alles is volledig te plannen. Nou, dat is heel leuk om er zo over na te denken, maar als je kijk naar een normale planning, dan is 80% conform planning en die laatste 20% die afwijkt, kost alle tijd eigenlijk. De vraag is dus eigenlijk, waarom zou je dat nou willen? Waarom zou je eigenlijk alles willen plannen? Nou, omdat het overzichtelijk is. Maar door dingen overzichtelijk te maken, verlies je ook de ziel van iets. En dat is eigenlijk waar wij tegen zijn. Want het is een complex probleem, wil niet zeggen dat het een gecompliceerd probleem is. Het is echt iets anders. Een complex probleem heeft te maken met heel veel verschillende factoren. Bijvoorbeeld, als je kijkt naar jeugdzorg, dat was mijn specialisme in de Provinciale Staten, dan heeft dat te maken met schuldhulpverlening, met opvoedingsproblemen. Mensen hebben eigenlijk geen idee wat ze aan het doen zijn, maar dat kunnen ze ook niet uit zichzelf. Ze moeten wel een beetje geholpen worden. Dus het is een beetje simpel om te zeggen, nou, ga je gang. En 1 coach, het is een mooi idee, alleen, laten we daar niet te ver over praten. In ieder geval is het allemaal niet volledig te plannen. Maar wat wel kan, je kan kijken naar het individu, kijken wat daar de problemen zijn. Nou, dan moet je dus een oplossing op maat gaan verzinnen. Waarbij iedereen wordt ingezet op de dingen waar hij goed in is, of in elk geval waar hij zin in heeft. En het resultaat is niet altijd duidelijk, maar je weet wel dat je er het maximale uithaalt. En je weet ook zeker dat er fouten gemaakt worden, maar het mooie ervan is dat je er wel wat van leert. Fouten maken is eigenlijk niet zo'n heel slecht idee namelijk. Het is ook altijd een constatering achteraf. Ja, je doet die inzet omdat je denkt dat je het goede doet, anders zou je het niet gedaan hebben. Ja. Ja. En als je vervolgens terugkijkt, zou je het anders gedaan hebben misschien. Maar aan de andere kant ben je er nooit, je was er nooit gekomen als je het niet zo had gedaan. Dus fouten zijn vaak relatief, soms is het wel echt een harde fout. Ik bedoel, in het geval van Maasmeisje zijn er dingen wel echt fout gegaan. Dat was het meisje dat in stukken gehakt in een kofferbak werd teruggevonden. Dan kun je 2 dingen doen. Of je gaat het protocol aanscherpen, wat we allemaal gaan doen. En we gaan nog meer regels maken. Of we zeggen, nou, wat is er eigenlijk misgegaan?
En waarom hebben mensen die van goede wil zijn die fouten gemaakt? En hoe kan ik zorgen dat ze ze minder maken? Dat is eigenlijk interessanter. Nou, zelforganisatie ontstaat wel altijd in netwerken, in ecosystemen. Er moet wel een doel zijn, want als hier geen brand uitbreekt, dan blijven we gewoon zitten. En terecht ook. Even op voorgaande inhaken. Die mensen hebben natuurlijk ook geleerd van de fout. Dus je zou kunnen zeggen, laat het zo. Nee. Want ze hebben geleerd. Nee, maar dat, helaas is dat niet zo. Kijk, zij hebben niet de handelingsruimte om te leren van hun fouten. Oh. Aan de ene kant wordt het protocol aangescherpt, wordt er nog meer gecontroleerd. Dat kunnen we allemaal niet. Want ook die individu, dat individu of die groep mensen die hebben bezig, heeft een fout gemaakt en daar niet van geleerd. En daarmee is verbetering ingetreden. De ruimte om te verbeteren is niet aanwezig. Dat is een beetje het probleem. Die ruimte wordt steeds krapper. En ik denk dat de verantwoordelijkheid ook niet ligt bij de mensen zelf. En dat maakt ook dat je denkt, iemand heeft ergens een fout gemaakt, maar ergens tussen ons drieën in. Dus het is allemaal niet onze fout. Je rekent het jezelf niet aan, dus je leert er ook niet van. Dus aan de ene kant is het heel vrijblijvend. En aan de andere kant heb ik niet de ruimte om vervolgens iets anders te gaan doen. Want dat mag niet, want alles is weer aangescherpt. Dus het is een soort spagaat waarin je zit. Het is niet van jou, wordt je wel aangerekend en vervolgens kan je er niks mee. Nou, dat is echt het tegenovergestelde van zelforganisatie. Want wat hier gebeurt bij zelforganisatie is dat iedereen, stel je bijvoorbeeld de mierenhoop voor. Bij een mierenhoop is het van groot belang dat er dagelijks voedsel binnenkomt. Nou, dus gaan er heel veel verkenners op pad en die gaan overal kijken. En het ziet er heel inefficiënt uit en dat is het ook, want ze moeten overal op zoek naar hapjes. Op een gegeven moment vindt er een mier een heerlijk hapje en het is een flink hapje, dus hij laat een geurspoor achter. Er komen steeds meer mieren achteraan die ook allemaal eten vinden, waardoor het geurspoor weer sterker wordt, waardoor het een soort snelweg wordt. Nou, als het eten op is, dan gaan die geursporen vanzelf wel weer minder. Maar het grappige is dus dat het heel inefficiënt begint. Op een gegeven moment wordt het reuze efficiënt vanwege de parameters die achterblijven, de geursporen, en daarna verdwijnt het ook weer. In feite is het een heel effectief proces wat inefficiënt is ingezet. Nou, dat is lokale informatie, die wordt gedeeld op basis van geurspoor, waardoor andere mieren er iets mee kunnen doen. Nou, daardoor ontstaat een zelflerend systeem. Mag ik een vraag stellen? Ja. Heb je een voorbeeld van een organisatie die wij allemaal grotendeels kennen? Ja, die komen we zo. Maar waar je vindt dat dat principe is toegepast? Ja, ik heb het in buitenland en in Nederland. Vraag, wie zit er achter de stichting? Wie zijn de oprichters van die stichting? Ik zit erachter. Ik heb een raad van toezicht. Ik heb een hele grote raad van advies met onder andere Jos Blok erin en Frank Pauw, dat is de politie-korpschef van Zuid-Holland-Zuid. En daarachter zitten eigenlijk een aantal hoogleraren die weten wat zelforganisatie betekent en het niet in de praktijk zaken toegepast worden. Zelforganisatie is de wetenschap van de complexe adaptieve systemen. Nou, dat klinkt natuurlijk heel erg normaal, maar bijvoorbeeld ons brein is het. Het is een systeem dat leert van wat er is gebeurd en het gedrag aanpast. En eigenlijk vanuit de wetenschap was de behoefte om naar de praktijk iets mee te doen. En daarom is het echt. Waarom moeten wij dit mee? Nou, omdat problemen in de praktijk nooit simpel zijn. De wereld wordt complexer en dus is het wel heel handig om er wat verstand van te hebben. Want dan kan je er meewerken in plaats van tegenwerken. Dus de zelforganisatie gaat eigenlijk over surfen op de golven. En dat is wat we met z'n allen, denk ik, meer willen gaan doen. Je kan, als er een tsunami uitbreekt, kan je of een hoge toren bouwen en erin gaan zitten. Of je kan proberen te surfen op de golven. Nou, met zelforganisatie hopen we eigenlijk het laatste. Want die toren is meestal niet zo'n handige oplossing. Enkele voorbeelden. Kun je het zien? Heeft iemand een idee wat dit is? Wij hebben het helemaal een beetje zo, met al die soort kometen. En die komt zo, hè? Dit is nog eventjes iets artificials. Dit is internet. Ja, het is internet. Maar je ziet de hubs heel goed. Dit zijn hubs. Dit zijn websites met enorm veel verbindingen. Je ziet ook wat orphans, deze. Dat zijn een beetje zielig en alleen. Die hebben maar heel weinig verbinding met andere pagina's. Nou, eigenlijk is dit plaatje van toepassing op alle natuurlijke systemen. Maar ook op ons eigen sociale netwerk bijvoorbeeld. Dat betekent dat als je een nieuwe baan zoekt, dan moet je niet bij deze orphan zijn, maar dan moet je zijn bij een van deze mensen. Omdat die heel veel verschillende deelnetwerken met elkaar verbinden. Als je een vaccin hebt, maar je hebt er maar weinig van, dan moet je die hubs vaccineren, want die besmetten de hele boel, of niet.
Maar als je een roddel hebt, dan moet je daar ook zijn. Want dan weet je zeker dat die roddel zich razendsnel verspreidt. Dus dit is eigenlijk een plaatje. Het is het internet, maar het is eigenlijk precies hetzelfde als Zeeland. Het lijkt eigenlijk allemaal heel erg op elkaar. Nou, dit is de zwerm. Er is veel onderzoek gedaan naar hoe zwermen zich vormen zoals ze zich vormen. Bij scholen vissen kun je zien dat het eigenlijk altijd een soort langgerekte groep wordt. Maar bij zwermen is het wat anders. En dat is omdat vogels niet alleen te maken hebben met het principe van we gaan één kant op, we blijven bij elkaar en we moeten niet botsen. Want botsen in de lucht doet wel iets meer pijn dan botsen in water. Dus botsen hier is een pijnlijke ervaring. Maar vogels hebben bijna 320 graden gezichtsveld. Dat betekent dat ze ongeveer 7 vogels hebben om zich op af te stemmen. Kan je voorstellen dat je dus voortdurend een bepaalde afstand moet houden tot de andere vogels? Dat is best een adaptief proces. Maar er zit ook iets anders aan deze zwermen. Dat is dat degene die aan de buitenkant vliegt heel veel energie moet steken, want die moet meer vlieguren maken. De leider, zouden wij zeggen, ik denk niet dat vogels het zo zien, maar die leider die wordt snel moe. Ik denk dat hij ook vaak moet roleren. Dus dan komt er iemand van binnen de zwerm naar buiten en die neemt het over. Dus leiderschap in zo'n zwerm is niet het leiderschap dat wij kennen. Het is eigenlijk iets waar meerdere vogels toe in staat zouden kunnen zijn. Je houdt het ook niet al te lang vol, dus je krijgt steeds een andere vogel. Nou, dit is wat simpeler. De scholvissen die houdt alleen maar rekening met de vissen onder en naast hem. En als er dan een roofvis komt, dan is het heel belangrijk dat je bij elkaar blijft. Als je dan niet bij elkaar blijft, dan ben je het. En vergt genoeg weg van de roofvissen. Sorry? En vergt genoeg weg van de roofvissen. Ja, maar als je bij elkaar blijft, dan is afstand minder belangrijk dan het feit dat je samen bent. Dus je moet vooral zorgen dat je bij die school blijft. Ja, nou, dat is dus de eerste die opgegeten wordt. Ja. Nog even gedacht rond die zwermen. Als die vogels zou vliegen en constant zich afstemmen op die vogels om zich heen, dan is dat een constant jezelf daarin meebewegen. Voelt als het tegenovergestelde als inderdaad wat je net zei, alles inplannen, want dan ben je alleen maar gefocust op dat en dan zie je afstemming met je nog even. Zullen we het even gaan doen? En dan gaan we even staan. Even staan hier. En even lopen. Want dan gaan we even doen alsof we zwerven zijn. En zorg even dat je afstand houdt op de ander. Dus als die ander beweegt, dan moet je zelf ook doen. Je moet niet botsen, dus je moet een beetje rekening houden. Nou, dit is 1. Waar sta je stil? Neem even 2 mensen in je gedachten. En maak met die 2 mensen een gelijkzijdige driehoek. Oké, begin maar. Dus zorg even dat het altijd een driehoek blijft. En dat je het allemaal met mensen. Ja, dat is wel lastig, hè? Dat is genieel. Wijs even aan in je hand. Klopt die? Ja. Nee, klopt die? Merk je hoe lastig het is eigenlijk? Dus kan je nagaan, we hebben niet eens een doel, hè, waar we heen gaan. We hebben alleen maar een afstand tot elkaar. Dus dit is activiteit. Voortdurend kijken, maar je kan het gewoon, want je bent aan het anticiperen wat die ander doet. En volgens pas je daar je gedacht van oké, dankjewel. Nou, we hebben nog niet eens een doel. Hoe moeilijk is dat? We zijn nog geen vogel eigenlijk. Nou, hebben we het nu gehad over de zwerm in de school, maar je hebt ook iets waarvan je denkt, nou, dat is nogal statisch, dat is een regenwoud. Het is heel dynamisch. Een regenwoud bestaat uit allemaal lagen, van laag tot hoog, en die hebben allemaal met elkaar te maken. En ook zij passen zich voortdurend aan elkaar. Dat betekent dat als er in de toppen van de bomen iets gebeurt, dat er ook in het hele systeem iets gebeurt. Dus dat is dat complexe, alles heeft met elkaar te maken. Nou, dat zie je ook hier, het is eigenlijk al iets slimmer, zou je kunnen zeggen. Heb je een idee wat dit is? Ja, heel goed. In Australië. En als je dit zou openhakken, dan zie je klimaatkamers, airconditioning. Er zijn vochtige kamers voor de baby's. Er zijn droge kamers voor het afval. Je hebt opslag van voedsel. Het is bijzonder complex. Er zit alleen geen enkele architect achter. Het is toch eigenlijk heel raar. Het zijn domme beestjes. Kan je nagaan, wij zijn intelligente wezens. Wat zouden wij met elkaar wel niet kunnen maken? En dat is een soort complex proces.
van afstemming, wel met een doel, want je wil je beschermen tegen de boze buitenwereld. En er komt vanzelf iets op gang, iets heel slims. Er staat op YouTube een filmpje over Megapolis. En dat is een megastad van mieren. Het is wel een beetje een zielig verhaal. Ze hebben de gangen volgestort met cement, hebben ze alles uitgehakt. En vervolgens is er dus, ja, hebben ze ontdekt wat een geweldige stad dat is geworden. Je kan het even opzoeken, dus ik kan het niet uitleggen. Het is echt prachtig. En dan denk jij van, nou ja, hier is een beetje stom wezen. Maar ik ben er wel op teruggekomen. Het is namelijk het collectieve wat ze slim maakt. Dus bij bijen is dat ook zo. Het is een Lucifer Principle, een boek van Howard Bloom. Daarin beschrijft hij dat op dag 1 wetenschappers een bakje met suikerwater bij een korf zetten. En een dag verder gaat het twee keer zo ver. Dag 3 is het weer exponentieel gegroeid. Dus op een gegeven moment wordt het een heel groot getal. Er komt een dag waarop de bijen eerder op de volgende plek zijn dan de wetenschappers. Ze hebben met z'n allen berekend wat de volgende stap in een algoritmische reeks is. Dat is de wijze slim, zou je zeggen. Nou, dat is het collectieve bewustzijn blijkbaar, waarin zij kunnen calculeren wat de volgende stap is. Maar dat geldt ook voor mieren. De termietenheuvel is altijd als voorbeeld van de emergentie. Hoe verhoudt emergentie zich tot die zelforganisatie? Emergentie is een ontzettend belangrijk onderdeel van zelforganisatie. Emergentie is dat iets ontstaat door het te doen. En dat is een bepaalde orde. En dat noemen wij zelforganisatie, die orde op dat moment. Dus dat heeft alles met elkaar te maken. Emergentie en zelforganisatie. Nou, dit is een menselijke vorm van emergentie. Dit is een favela bij Casablanca. En dit is een sloppenwijk, hè? Dus voor de arme mensen. En hier hebben ze stukje voor stukje hun eigen huisjes gebouwd. En je zou kunnen zeggen, dat is heel zielig. En aan de andere kant zou je kunnen zeggen, dit is een informele stad die minder energie gebruikt, die veel socialer is, veel minder energie nodig heeft, maar ook veel minder afval oplevert. In feite is het misschien wel een betere versie van een stad dan de stad die wij zelf zouden plannen en bouwen. Het is in elk geval een stad waar iedereen het met elkaar moet doen, dat weet je zeker. Als je hier aan je lot wordt overgelaten, dan kan je het niet heel lang overleven. Nou, dit is ook een voorbeeld van zelforganisatie. Het Tahrirplein in Egypte, waar iemand met een Facebook-berichtje een hele groep gelijkgestemden tot actie heeft aangezet eigenlijk. Nou, je kunt je dus afvragen of de nieuwe orde die ontstaat, die emergentie, of dat tot een nieuwe, betere orde leidt. Nou, dat weet ik ook niet. Het is in elk geval een ordening die een stap verder is dan de vorige. En het is misschien ook weer niet stabiel, alleen wel duidelijk is dat die mensen zelf een soort interne urgentie voelen om iets te gaan doen. En via internet dat met elkaar kunnen delen. Ja, dit is ook zelforganisatie. Kunnen jullie het zien? Het is een zwaar christelijke familie uit Amerika. Onze vorm van zelforganisatie, het is natuurlijk kinderen krijgen, want dan geef je een mandje van genen van al je voorouders, geef je door aan je nageslacht. Maar je geeft veel meer door. Je geeft ook normen en waarden mee. Je geeft mee, we eten aan tafel of we eten niet met de televisie aan of we zeggen nee, dank u wel. Dus het is in feite een hele cultuur die mee wordt gegeven. Dus die zelforganisatie gaat verder dan het fysieke. Het gaat over succesvolle manieren van leven. Tenminste, wat onze ouders succesvol vonden, dat geven ze door aan ons. En in 5 van de 10 gevallen geven we dat sowieso door aan onze kinderen. Want ook als je het niet leuk vond thuis, dan geef je je tegenovergestelde zorg, want dan wil je dat niet meer. Dus in die zin bepaalt dit heel erg het feit hoe jij je leven leidt. Nou, dit is een plaatje van een sociaal netwerk, van een menselijk netwerk. Een heel groot netwerk waarbij je ook ziet dat sommige dingen heel geografisch zijn hier. Sommige heb je weer de wezen, hier heb je weer de hubs, de extreem verbonden, hier, daar. En als je op deze manier kijkt naar een stad of naar je eigen sociale netwerk, dan kun je ook wel begrijpen dat als je een nieuwe baan zoekt, dat je dan niet moet zijn bij de mensen die heel erg op jou lijken. Stel dat jij dit bent, dan lijkt het heel erg op elkaar. En iedereen heeft ongeveer hetzelfde gedrag, dezelfde hobby's. Maar als jij een baan wil, dan gaan deze mensen je niet echt helpen. Dan moet je eigenlijk op zoek naar iemand die in een heel ander netwerk kan helpen aan een baantje of een nieuwe vriendin. Dat heet The Strength of Weak Links. Mark Kranenvetter heeft daar een theorie over beschreven. En daar is Strength of Weak Ties. Dus de kracht van de zwakke schakel. Mensen die niet op jou lijken, die blijken jou een andere baan te kunnen bieden. Of in elk geval via hun netwerk te kunnen helpen aan een andere baan. Het zijn dus niet de mensen die heel erg op jou lijken. Nou, een ander voorbeeld van zelforganisatie is ons immuunsysteem dat hier een virus probeert weg te werken.
Als dat niet zelflerend zou zijn, dan zouden we niet heel lang leven. Maar het moeilijk is alleen dat het virus zelf ook kan leren. Dus als je kijkt naar antibiotica, dan wordt dat een steeds groter probleem, omdat de medicijnen daartegen steeds minder helpen. Die virussen worden resistent. Dus zonder dit soort systemen waren we waarschijnlijk niet eens zo ver gekomen als we nu zijn. Bacteriën zijn er geweldig goed in. Die kunnen zich razendsnel dupliceren. Maar een ander systeem wat er ook heel goed in is, dat is ons brein. Ons brein wordt niet vooraf vastgesteld. Het is wel zo dat het zich deelt, maar er is in feite, de functies liggen niet helemaal vast. Mijn zusje kreeg een heel zwaar ongeluk toen ze 13 was, waarbij een deel van de hersenen ook doodgingen door druk in haar hoofd. En dan denk je van, nou, dan kan ze nooit meer praten, dan kan ze nooit meer op zichzelf wonen. Überhaupt was de vraag of ze wel bij zou komen. Maar als je 13 bent, dan zit je nog net voor de groeispurt. En dat was in haar geval een zegen. Want toen ze wel bij kwam, toen bleek ze heel veel dingen na verloop van tijd wel weer een beetje te kunnen. Terwijl ook hersencellen waren doodgegaan. Je kan gewoon een scan maken en zien dat er iets dood is. Nou, blijkbaar kunnen cellen toch aangroeien. Er is ook echt wetenschappelijk overtuigend bewijs voor dat dat wel kan. De cellen kunnen zichzelf proberen te herstellen. Maar het is ook zo dat andere hersengebieden functies kunnen overnemen. Omdat ze merken dat er iets niet helemaal goed gaat. Nou, dat is precies het adaptieve wat zo handig is in zelforganisatie. Dat als je ziet dat het ergens niet helemaal goed gaat, dat je een deel daarvan op je eigen manier zou kunnen overnemen. Het maakt het natuurlijk heel schaalbaar en heel flexibel en heel zelflerend. Nou, ik heb een paar voorbeelden van zelforganisatie in de praktijk. Het eerste voorbeeld is instructables.com. Dat is een website waar je alles kunt leren zelf te maken. Van koekjes tot boormachines, er staan handleidingen, bouwtekeningen. Als het er niet op staat en je hebt het, mag je het er zelf op zetten. Maar dit is een concurrent van Philips in feite, want je kunt alles zelf gaan maken. Het gaat over zelf tuinieren. Nou, je kan zo gek niet bedenken of je kan het zelf uploaden, maar je kan er ook van leren. Iets anders is Peerbee, dat kennen jullie vast wel. Dat is het lenen van spullen. Je kan kijken wie er in je buurt een klopboord te leen heeft en dan ga je langs en dan neem je hem voor een dagje. Het grappige is dus dat het hier staat delen is het nieuwe hebben en dat is dus ook echt zo. In de meeste gevallen is het namelijk ook profijtelijk om te delen, want als ik iets deel met jou, ik leen iets aan jou uit, dan verwacht ik waarschijnlijk niet gelijk terug dat je iets voor mij doet, maar jij doet iets voor hem en hij, we doen eigenlijk allemaal iets voor elkaar. Paulo Coelho noemt dat de bank van wederdienst. Het gaat er eigenlijk vanuit dat we met z'n allen een soort kapitaal op een bank willen zetten en daar krijgen we uiteindelijk wel iets voor terug. Daar mag je wel op vertrouwen. En de meeste mensen doen er ook wel aan mee. Ik denk dat 98% van de mensen sowieso heus wel wil helpen. Dingen als maatjesprojecten en burenhulp gaan daar allemaal vanuit. De meeste mensen willen best wel helpen. Nou, dat geldt hier ook voor. Nou, Ines, wie kijkt hierop voordat hij uit eten gaat als hij het restaurant niet kent? Niemand? Nou, de meeste mensen. Ja, hè? Ja. Nou, er kan hier iets leuk, alleen je moet natuurlijk wel kunnen vertrouwen op het feit dat het een echte recensie is. Hè? Want het kan natuurlijk ook zo zijn dat de restauranthouder denkt, ik ga er eens even 10 leuke recensies op zetten. Ja, maar dan zie je de verschillen wel. Je ziet de verschillen en wat ook heel erg uitmaakt is de massa. Dus als je gewoon ontzettend veel referenties hebt, dan komt het meestal ook goed. Je moet hier gewoon heel veel van hebben. En dat geldt ook voor de volgende. Ik ben laatst met mijn zoon naar Londen geweest via Airbnb. En dan kijk je vooral naar de referenties. Je wil natuurlijk een leuke plek en het moet er leuk uitzien. Maar het belangrijkste is dat je waar voor je geld krijgt. Dus vertrouwen wordt steeds meer een maat in de nieuwe economie. Nou, en via zelforganisatieplatforms als Airbnb, die steeds meer gereguleerd worden trouwens, want er liggen ook een beetje onder vuur. Maar het karakter ervan is wel dat mensen zelf mogen bepalen wat ze erop zetten, wat ze eraf halen. En ook via die feedback die ze aan elkaar geven, dat het steeds beter wordt. Nou, iets dichter bij huis, dit is, jullie kennen vast zelf voorbeelden, maar dit is Gouda Bruist. Het is een platform waar vrijwilligers zich kunnen aanmelden en kunnen zien wat er in hun buurt allemaal gebeurt in Gouda. Je hebt er een repaircafé, je kunt er picknicken met z'n allen, je kunt er naailessen volgen. Het eigenlijk maakt niet uit wat er gebeurt, dit is een soort verzamelplaats, een dorpspomp 2.0, waar mensen elkaar kunnen vinden die iets willen. Nou, en dat iets willen, dat is vaak genoeg om elkaar al te ontmoeten. Nou, wat heb je dan nodig als je aan zelforganisatie wil doen?
Nou, je hebt die dorpspomp nodig die we vroeger hadden, of je hebt de nieuwe stad nodig. Je hebt een plek nodig waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. En dat kan tegenwoordig ook natuurlijk heel goed via internet, via Facebook, via Twitter, via LinkedIn. Je hebt iets nodig van een soort verzamelplaats waar we elkaar kunnen vinden. En het makkelijkste is als dat in netwerken werkt, want dat betekent namelijk dat ik via jou al jouw netwerken ook weer kan benaderen. Dus het is ontzettend handig dat we nu internet hebben en dat is ook de reden dat wij zeggen, begin nou eens met zelforganisatie. De tijd is ervoor. Internet is bijna gratis. Je kunt overal en altijd met iedereen in grote groepen communiceren. Dus er is geen reden meer voor om het centraal te doen. Dat oude organiseren hoeft echt niet meer. Nou, wat heel belangrijk is, is dat het niet te veel knelt. Dus dat het niet te veel, als jullie gaan rondbewegen en ik zeg maar, je mag alleen maar met je linkerbeen gaan lopen, dan wordt het toch wel een heel moeilijk verhaal. Dus je moet wel ruimte hebben om fouten te maken, maar er moet ook een soort rommelruimte zijn. Ruimte waarin je niet zeker weet of het mag wat je doet, maar waar je wel goed dat het is goed wat je doet. Dat weet je zeker. En daarna gaan we wel kijken of het inderdaad wettelijk ook mocht, maar je handelt vanuit de juiste intentie. Ja, improvisatie. Maar ook fouten maken en creativiteit. En gebrek aan middelen is trouwens ook altijd heel goed, want dan moet je creatief zijn. Dus als er iets niet kan, is het vaak een hele goede reden om het heel anders te gaan doen. Nou, die regels. Een van die regels die ik laatst tegenkwam was de ja-en-cultuur van Humanitas. Daar heeft Hans Becker jaren geleden al gezegd, als hier cliënten binnenkomen, dan moeten we zeggen welkom. En dan moeten we op alle vragen ja. Dat betekent dus dat als mevrouw de Vries met 10 katten in mijn verzorgingstehuis komt wonen, dan zeg je van harte welkom mevrouw de Vries. En dan denk je niet, oh mijn god, die 10 katten, die mochten vroeger nooit. Maar die waarschijnlijk moeten de buren er wel twee, ik ga er twee dood. En het komt eigenlijk allemaal wel goed, maar als mensen maar hun eigen huisdieren mee mogen nemen, dan gaan ze zeuren over die huisdieren en niet over het eten of als de buurman zo vervelend is. Dus eigenlijk altijd een goed idee. Dus die regels die moet je zo aanpassen dat er creativiteit ontstaat. Nou, dan is dit de makkelijkste manier om te beginnen. Gebruik bijvoorbeeld de nieuwe stad, een plek waar mensen toch al komen, een supermarkt of een bibliotheek, de snackbar of de kapper, maakt niet zo heel veel uit, maar alle soorten mensen moeten er komen. Niet alleen maar één groep mensen, want dan heb je geen diversiteit. Dan moet je inspelen op de dingen die gebeuren, dus de dingen die mensen motiveren, de dingen die toch al gebeuren. Ga niet iets zelf bedenken, maar kijk naar wat mensen van nature toch al willen. In het onderwijs zou ik zeggen, kijk naar wat kinderen van nature toch al willen doen. Waarom zou je een instituut eromheen bouwen als je door te kijken naar het gedrag van kinderen of te vragen wat wil je zelf, best wel kunt inspelen op ontwikkelingen die er zijn. Dan werk je met netwerken, vooral die hubs gebruiken die ik net liet zien. Dat zijn de sleutelfiguren, de bruggen tussen de verschillende netwerken. En het is ontzettend handig om samen te formuleren waar je naartoe wil. Dus niet een opgelegde doelstelling, maar om met z'n allen te bepalen waar willen we heen. Bijvoorbeeld, wij willen de allerbeste bakker van Nederland worden. Of volgend jaar staan wij in de top 10 van de klantvriendelijkste telecombedrijven. Als mensen dat met elkaar formuleren, dan is het van henzelf. En dan gaan ze er ook echt voor. Nou, heel belangrijk natuurlijk is om real-time informatie te delen. Zodat je kunt leren van ervaringen van anderen. Maar ook weet wat er aan de hand is. Als een politieagent op straat niet weet wat er twee straten verder gebeurt, kan jij niet van hem verwachten dat hij ter plaatse is. Ik sprak laatst een wethouder in Rotterdam en die zei, we gaan toch maar weer vegen op Rotterdam-Zuid. Want die zelforganisatie, daar geloof ik niet in. Ze had namelijk tegen de Rotep, dat is het veegbedrijf, gezegd, jullie mogen wel wat minder vegen, mensen kunnen het wel zelf. Maar ze had alleen niet tegen de bewoners zelf gezegd dat ze het minder ging doen. Dus die mensen die wisten helemaal niet wat er van ze verwacht werd. Ja, gaan ze het ook niet doen. Dus je moet wel informatie real-time delen en vertellen wat je aan het doen bent. Vragen, wat vinden jullie ervan? Wat kunnen jullie doen? Nou, fouten maken, heel belangrijk. Want daarvan leren we nog steeds het meest. En ontzettend belangrijk is werken in kleine teams. In teams waarvan mensen het gevoel hebben, ik ken jou en ik kan van jou op aan. Als mensen niet meer die menselijke maat voelen, dan komt het tussen zin te liggen, dan wordt het vrijblijvend. Dus die 8 tot 12 personen, dat zijn de teams van vroeger, eigenlijk toen nog jagers-verzamelaars waren. Toen werkten we al in groepen van rond de 10 personen. En dat is niet veranderd. Het is nog steeds de groepsgrootte waarin mensen het liefst samenwerken. En zorg voor escalatiemogelijkheden. Dat wil zeggen, als er iets fout gaat, moet je wel iemand kunnen bellen. En diegene moet niet het probleem overnemen, maar je moet wel een expert om raad kunnen vragen. Dus dit is ook een pleidooi, alles kan natuurlijk met vrijwilligers, maar het is toch ook een pleidooi voor professionals. Mensen die specialist zijn in hun vak. Mensen die je kunt raadplegen, die weten hoe het zit. Want dan kun jij vervolgens weer verder.
En die specialist moet natuurlijk ook weer escaleren. Als je kijkt naar dat regenwoud, dan zie je er voortdurende escalatiepatronen in zitten. En vergeet u nu vaak dat zelforganisatie die escalatie nodig heeft. We zeggen, die buurt kan het zelf. Maar die buurt kan niet alles zelf. Dat is een rol van de wijze van voeren. Ja. Hoofd van de familie. Levenservaring helpt, maar ik denk dat de vakkennis ook heel erg helpt. Mensen die bijvoorbeeld lang in jeugdzorg hebben gezeten, die hebben echt wel een idee van wat er meestal goed gaat en hoe je mensen het beste kunt motiveren. En als je dat niet gebruikt, is het toch een beetje jammer, denk ik. Nou, en het laatste heeft heel erg met elkaar te maken. Het is gewoon opvoeden. Ik weet niet of jullie kinderen hebben, maar in de opvoedkunde gaat het over 4 keer belonen en dan kan je 1 keer straffen. Dat is veel hoor, 4 keer zeg ik goed, zo 1 keer maar straffen. Het moet leuk blijven. Mensen moeten het leuk vinden. En dat is niet als je 11 keer het lid op je neus krijgt. Dus je moet het vooral leuk maken door goed gedrag te belonen. De mensen die niet mee willen, oké, laat ze vooral met rust. En daar gaan we vooral niet te veel aandacht aan besteden. Want de meeste mensen die niet mee willen komen, uiteindelijk toch wel mee als de meerderheid meegaat. En de mensen die echt niet willen, die gaan echt niet mee. En daar wil je energie volgens mij niet aan besteden. Nou, wat levert dan op? Los van heel veel energie, want het grappige is dus dat zo'n systeem in feite zelfvoorzienend wordt. Je hoeft er geen energie meer in te stoppen, maar het genereert zelf energie. Maar je gaat veel beter kijken naar wat je klanten nodig hebben, naar wat je collega's nodig hebben. Dus als ik kijk naar bijvoorbeeld Zorgaccent Twente, dat is een zorginstelling die bijna failliet ging in 2010. En toen geholpen is om à la buurtzorg meer aan zelfsturende teams te doen. Daar krijgen de teams een eigen budget, daar moeten ze het vooral van doen. En aan het eind van het jaar, als je geld over hebt, dan mag je het ook nog houden. Dus het wordt niet als straf weggenomen, nee, je mag het houden. En je kan er iets leuks van doen met alle bewoners en de vrijwilligers die je hebt, of met de medewerkers. Dat betekent dat je verrekt goed moet gaan kijken naar hoe sta ik in de markt. En hoe doen wij het met elkaar? En dat is altijd goedkoper dan wanneer een ander vertelt wat jij moet doen. Want jij staat het dichtst bij de informatie die je nodig hebt. Dus het is eigenlijk altijd een positieve business case. Maar je moet er wel in geloven en je moet het wel echt consequent doorzetten. Wat het uiteindelijk oplevert, dat is die viability. Dus je wordt veel duurzamer, maar je bent ook levensvatbaarder. Je bent als ecosysteem, kan je weer tegen een stootje. Nou, dan uw vraag. Hartstikke leuk, maar werkt het wel? Ik heb een paar voorbeelden opgeschreven. De eerste staat best onder, dat is natuurlijk, iedereen kent hem, hè? Semco van Ricardo Semler. Hij is begonnen vanuit het idee, hoe kan het nou dat we ons werk slepen, dat moet toch leuker kunnen. Dus waar worden mensen tevreden van? Nou, als ze zelf hun werk mogen indelen, zelf bepalen wanneer ze komen, wat ze doen, hoe ze hun bijdrage leveren. Natuurlijk hebben ze doelstellingen met z'n allen, maar die kunnen ze met z'n allen invullen. En er zit heel veel ruimte in. De Linksfan, dat is een crowdfunding platform, er zijn er heel veel van hoor. Ik heb het nu gewoon als voorbeeld even genoemd, Kickstarter. Daar kun je idee op plaatsen en vervolgens kun je kijken hoeveel mensen het goed idee vinden en jou steun geven, zowel materieel als immaterieel. Daarmee kun je gewoon je plan, je idee gaan waarmaken als veel mensen het een goed idee vinden. Uber, dat is een app die ervoor zorgt dat taxis een keer naar klant gaan luisteren. Dat is redelijk vernieuwend in die wereld, want dat betekent dus dat je naar je klant moet gaan luisteren en een klant vriendelijk moet gaan behandelen. Nou, het is een doorslaand succes, maar niet in de traditionele wereld, want daar vinden ze het geen goed idee. Maar bij klanten is het een doorslaand succes en Nelly Kroes heeft zich er nog sterk voor gemaakt. Het is eigenlijk een idee om de taximarkt open te breken van onderaf. Daar linksboven. Solf, dat is een van de allereerste schoonmaakbedrijven in Finland die hebben gezegd, luister eens, schoonmaakmensen, dat zijn collega's. Dat zijn mensen die diensten verlenen, dat zijn gewoon gelijkwaardige collega's. Die moeten overdag werken, die moeten niet worden weggestopt als een soort avondwerknemer. Het zijn gewoon mensen die meedraaien in teams. En daarmee hebben ze niet alleen de medewerkertevredenheid, maar ook de klanttevredenheid enorm verhoogd. En het is veel schoner geworden, want op het moment dat jij iets omkiepert en je weet dat je collega dat op moet ruimen, dan kan je er of gelijk bij halen of je zorgt van, nou ja, ik ga het wel zelf een beetje opruimen. Dus mensen gaan anticiperen op een andere werkomgeving. 7 Days of Inspiration, dat is die middelste. Dat is het voorbeeld uit Estland waarin mensen in 7 dagen hun land hebben opgeruimd. Al het afval hebben verzameld met elkaar. Nou, hartstikke bottom-up en met behulp van internet konden ze elkaar bereiken. Rechtsboven, dat is Better Block. Dat gaat over een app die in Noord-Amerika nu werkt. Daar hebben ze gezegd, luister, onze buurt ziet er niet uit. We hebben hartstikke veel plannen. Laten we die met elkaar ten eerste combineren. En ten tweede laten we tijdelijk al gaan realiseren.
Dus we tekenen met krijt alvast een zebrapad. Of we gaan alvast wat boompjes neerzetten om te kijken hoe het eruit ziet. En vanuit die tijdelijke werkelijkheid gaan mensen zich al anders gedragen en wordt het een echte werkelijkheid. Dus het is eigenlijk, het wordt waar doordat je het al gaat doen. Het is een app waardoor iedereen uit de buurt ook kan meedenken. Het is echt een leuk geval van emergentie, zou ik zeggen. Mondragon, dat is een corporatie in Spanje waar alle werknemers mede-eigenaar zijn van het bedrijf. Ze maken apparaten, maar tegenwoordig ook heel veel andere dingen, hebben ook financiële diensten en zo. En zij hebben de crisis bijzonder goed weten doorstaan. En dat komt omdat dus dat mede-eigenaarschap bij die werknemers een enorm gevoel van verantwoordelijkheid geeft. Ja, en hier staat natuurlijk Facebook, want het is toch, je kan er zo zeggen wat je wil, maar het is wel een manier om een community te maken van mensen die allemaal zelf iets willen. En dan in Nederland. Laat ik beginnen met de Nomads, daar bovenin. Want dat sluit wel aan bij het verhaal wat we net hoorden. Nomads is een club mensen die nog wel aan onderwijs willen doen, maar dan op hun eigen manier. Dus bij Nomads ga je op maandagochtend om 8:30 met elkaar beginnen met een ontbijt met allemaal studenten. En je bepaalt eigenlijk zelf wat je wil leren in een jaar. En hoe je dat gaat doen. Dus in principe, het kost wel geld die school, maar je moet er zelf vooral heel veel tijd en energie in steken. Je praat heel veel met elkaar. Ik zou je echt even aanraden om naar hun website te kijken, want het is een heel vernieuwend concept. Ze gaan uit van mensen die verandering willen brengen en dat dan ook in de praktijk al leren. Dus you practice what you preach. Is het een D? Nomads, ja. Nomads. Knowmads. Ja. Daar rechts van zie je de KNRM, dat is de... Ja? We Educate Changemakers, de bovenste. De rest van is KNRM, dat is de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. Dat is een organisatie die volledig draait op donaties en giften en niet op subsidies. En die mensen redt op zee in een straal van 20 kilometer uit de kust. Er zijn heel veel stations in Nederland langs de kust. Je hebt ook de reddingsbrigade, maar dat gaat over op strand en 1 kilometer. Maar die 20 kilometer, dat is in feite open water waarin mensen worden gered met gevaar voor eigen leven. En elke keer is de vraag, moeten we daar nou regels voor opstellen? Moet je met windkracht 16 gaan uitvaren of niet? En daar hebben ze geen regels voor. Dan zeggen ze, dat mag de schipper en zijn bemanning zelf uitmaken. Want het is jouw leven wat je in de waagschaal stelt. Dus eigenlijk een hele mooie manier van zelforganisatie. Daaronder het NIE-paspoort. Het is een product wat wij de afgelopen 2 jaar hebben ontwikkeld met een aantal accountants. Vanuit het idee dat als je als ondernemer krediet gaat aanvragen bij een bank voor 20.000, dan krijg je het waarschijnlijk niet als starter. Maar als je naar 10 buren gaat en je vraagt 2000 euro, dan krijg je het waarschijnlijk wel, mits je te vertrouwen bent. Nou, dat kredietpaspoort is een soort rijbewijs, waar dat je kan overleggen om te laten zien, dit ben ik als ondernemer, maar je kan zelf ook feedback eruit krijgen. Blijkbaar mis ik nog sociale vaardigheden. En die 10 mensen die in jou investeren, die gaan ook helpen. Die gaan hun netwerk ter beschikking stellen. Die gaan je tips geven en ervaring die ze zelf hebben. Dus dat is eigenlijk een veel duurzamere manier om aan kredietverlening te doen. Rechts Finext, nou dat is een klassiek geval, ik denk dat jullie het wel kennen. Het was oorspronkelijk onderdeel van Ordina, in IBM, en ze hebben zichzelf weer teruggekocht. Maar ze zijn nu niet meer van Ordina? Nee, sinds januari 2012 hebben ze zelf hun eigen aandelen teruggekocht. Het zijn financiële experts die vaak worden gedetacheerd bij grote bedrijven zoals KPN. En zij zijn eigenlijk een zwerm. Dus zij werken samen in teams en die teams die kun je indelen in jaargetijden. In de lente komen er een stuk of 2, 3 enthousiastelingen samen die zien in de markt dat de vraag is naar een product. Die gaan dat samenstellen, maar dat levert nog geen geld op. Dus dat moet door andere teams worden betaald. In de zomer krijgen ze hun eerste klanten en dan kunnen ze beginnen met geld verdienen. In de herfst levert het heel veel geld op, maar je ziet eigenlijk al dat je over het tipping point bent en in de winter sterven ze weer af. Nou, je kan je voorstellen dat in de lente en in de winter dat andere teams heel erg moeten bijspringen met ervaring, maar ook met geld, want die salarissen moeten opgebracht worden. En in het begin zaten ze daar heel erg over te stoeien en zeiden ze, dan wil ik wel een factuur kunnen sturen voor alles wat ik aan het team geef. Toen hebben ze de regel bedacht, voor wat hoort niks. Dus ik help jou, maar weet je, als ik jou een factuur ga sturen, is het dood in de pot. Dan krijg je zo'n verschrikkelijk factuursysteem. Dus jij helpt haar weer en zij helpt hem en hij gaat mij wel weer. We gaan erop vertrouwen dat het uiteindelijk wel weer goed komt. En dat is denk ik ook de enige manier waarop het op een leuke manier kan werken. Bij onder de zuivering,
Maar dat kan ook van alles anders zijn. Het is een alternatieve munt. In dit geval is het Rotterdam-Zuid. En het idee daar is dat je een inclusieve economie maakt. Een economie waarin mensen niet bepaalde diploma's nodig hebben om iets te kunnen. Maar dat ze talent hebben en als ze die inzetten, dan kunnen ze daar geld aan verdienen. Dus per half uur wat je doet, kun je ook een muntje... krijg je ook echt een zuiling op je telefoon. En dan kan je iets anders afkopen. En het staat natuurlijk voor alle muntsystemen die er zijn. Nou, mijn vraag eigenlijk was, wanneer begin jij? En daar had ik het graag nog over willen hebben, maar misschien kan het over de Twitter of de... Ja. Wie zijn jullie klanten eigenlijk en wat vragen die jullie doen? Het is heel verschillend. Aan de ene kant doen we nog bij de Nationale Politie. Samen met een paar anderen waarin we helpen politieagenten te kijken altijd heel erg naar wat hun leidinggevende vindt wil en zegt. En wij zeggen, wat wil je als diende? Wat kan jij nou als wijkagent en hoe kan jij het beste krijgen? Nee, we gaan de trektocht. We gaan, we gaan de trektocht langs de organisaties die het hier al uitgevonden hebben. En dan mogen ze zelf tot het iets is gekomen hoe we dat zelf kunnen gaan doen. Ja, een methodiekje. Ja, het is geen methodiek. Het is ook niet iets wat je uitrolt of zo. Want zelfs organisaties per context verschillen. Dat maakt het ook een beetje lastig om een cursusboek voor te maken. Het is een soort reis die je zelf moet ondernemen. En aan de andere kant geven we veel brainstorm sessies, bijvoorbeeld aan gedetailleerde staten, die zeggen, nou ja, er komt een nieuwe samenleving aan en wat kunnen wij ermee, hoe moeten wij ons gedragen? Of groepen mensen, groepen bedrijven die zeggen, we moeten op een andere manier naar de werkelijkheid gaan kijken. Ik zit ook zo, zelf in een pand, in het zomerhoofdkwartier in Rotterdam. Dus een lege pand is dus een beetje dit. Ja, dan moeten we met z'n allen meerwaarde gaan maken. Nou, dat zijn we nu aan het doen. Het is een zoektocht. Maar wij kunnen ook vertellen over de ervaring die wij hebben met zelf organisatie. Omdat we weten wat werkt. We gaan proberen weg. Vragen? Ja, fantastisch. Sorry, maar. Volgens mij klaar is het.